Dames en heren, hartelijk welkom vanavond. Bijzonder woord van welkom aan de mensen op de publieke tribune. Bijzonder woord van welkom voor de afvaardiging van de pers. Fijn dat u erbij bent. En na deze opening en de raadsleden natuurlijk hartelijk welkom. Even een momentje stilte. Dank u wel. We hebben één bericht van verhindering. En dat is meneer De Vries. En die is buiten de gemeente. Nederland kleurt weer fel rood vanaf vandaag. De benzineprijs gaat naar €2,10. Maar er is toch nog wel iets positiefs te melden. De postzegel wordt volgend jaar niet duurder. Die blijft 96 cent. En een ander hoogtepunt is dat Tom Beuker morgen jarig is. Dus alvast van harte gefeliciteerd. Morgen. We lopen het gebak mis. Goed. Mevrouw Manshanden. We hebben gelukkig een hele beknopte agenda, dus ik ga ervan uit dat we ook beknopt hoeven te vergaderen. En daar wens ik u heel veel succes mee. Dan ga ik naar de loting voor de volgorde van de stemming. Heeft iedereen getekend? Mag natuurlijk niet kijken. Dat is nummer 21 en dat is net als vorige keer de heer Braaksma. Meneer Braaksma, u wou nog één keer, hè? Drie keer is scheepsrecht. Dan gaan we met elkaar naar A3, dat is het vaststellen van de agenda. Bij mij staat geen bijzonderheden. Is dat naar wens? Kunnen we die agenda vaststellen? Ja? Met dank voor het opstellen. Geen commentaar. Dan gaan we naar de ingekomen stukken en mededelingen. Dat is A4 alweer. Dat zijn de ingekomen stukken en mededelingen, maar dat zei ik al. Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties en bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met de ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen, de afdoening aan het college over te laten en de raad hierover te informeren. Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren. De raad neemt dan een besluit over deze voorstellen. Even kijken, meneer Berenpoot, u had een opmerking over stuk 1799 en over 1796. Wat wilt u daarover zeggen? Wij willen graag. Wij willen graag weten wat u daarmee gaat doen en daar informatie over krijgen. Ja, dat begrijp ik, maar onder dit agendapunt bepalen we de categorie. Ik heb ze alle drie genoemd, dus ik ga ervan uit dat u opteert voor categorie 3. Helemaal juist. Goed geïnterpreteerd. Ja. Fijn, dank u wel. Met betrekking tot de sporthal heb ik begrepen dat er binnenkort een afspraak met de vereniging is gemaakt, zodat de wethouder daar weer een vervolg aan gaat geven. Meneer Ginhuis, u had dezelfde opmerking? Ja, klopt. Wij hadden ook inderdaad voor wat betreft de verkeersontsluiting bij Zwaagdijk ook naar categorie 3 om meer informatie te verstrekken. Ook conform de reeds gestelde raadsvragen. Nou, dan is dat met elkaar goed behandeld zo, hè? Ja. En ik heb hier een notitie staan, meneer Zeilenmaker, 1813.
Ja, dat klopt helemaal, voorzitter. Met excuses dat ik dat niet eerder gemeld heb. Maar ik zou graag 18-13 ook naar 3 willen. En dan inderdaad daar ook een infonota of mondelinge toelichting van het college over willen hebben. Ja, dank u wel. Dan ga ik aan de raad vragen of u kunt instemmen met de 3 verzoeken zoals die nu aan u zijn voorgelegd. Heeft dat u aller instemming? Ja, dan besluiten we overeenkomstig. Gaan we naar A5, vaststellen van de voorzitter, besluit. Pardon? Dit vorige agendapunt dat heet ingekomen stuk een mededeling. En ik zou nog graag een mededeling willen doen. Oh, verrassend, maar ik geef u graag de gelegenheid. Nou, het kan bijna niet verrassend zijn, zou ik zeggen. Ik heb het afgelopen maandag ook al gemeld in het presidium en ik doe het hier graag voor de hele raad. Langzamerhand weet iedereen het natuurlijk wel, maar ik wil toch officieel mededelen dat de fracties van PW 2010, Partij van de Arbeid en PWF per 1 november samengaan onder de naam Morgen. En wij zouden wellicht recht hebben op een prominentere plaats dan hier, maar wij nemen genoegen met deze plek. Nou, ik ben blij dat u daarvoor gekozen heeft. Ja, dank u wel. En mogen wij morgen heel veel succes wensen met hun politieke ambities en vooruitzichten. Felicitaties nemen na afloop in ontvangst in de kantine. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, dank u wel voor de mededeling. Dan ga ik nu echt naar A5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van 30 september, jongstleden. Van mijn kant geen bijzonderheden. Heeft die besluitenlijst uw instemming? Ja? Dan is overeenkomstig besloten. Dan hebben we door de afwezigheid van een raadslid de vorige raadsvergadering... nog wat werk liggen. En het gaat over de motie van GroenLinks over Roundup Vrij Medemblik 2. En ik zal even de tekst geven. Omdat de stemmen in de raadsvergadering van 30 september staakten bij deze motie, is het onderwerp opnieuw geagendeerd, zodat de raad een besluit kan nemen over deze motie. En ik ga ervan uit dat daar verder geen beraadslaging over nodig is, dan denk ik dat het goed is dat ik vraag, voordat we gaan stemmen, of er nog iemand een stemverklaring wil afleggen. Nee? Wil er nog iemand een aantekening? Ook niet. Nou, dan wilt u zo vriendelijk zijn om de stemming af te nemen. Wie stemt er voor deze motie? PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, Hart voor Medemblik 1, GroenLinks 1, D66 2, Gemeentebelangen 5. Wie stemt er tegen deze motie? CDA 6, BAM 1, ChristenUnie 1 en VVD 4. Daarmee is de motie aangenomen met 14-12. Dan is het overeenkomstig besloten. Nou, mevrouw Manshande, hè? Van uitstel komt geen afstel. Dan gaan we verder met de hamerstukken, dat is onderdeel B. En dan gaan we het hebben over het uitvoeringsprogramma Energie Neutraal West-Friesland. Wethouder Nederpelt is de portefeuillehouder. West-Friesland wil in 2040 een energie-neutrale regio zijn. De gemeente stelde deze ambitie vast in het pak van West-Friesland 7.1. Realisatie van de ambitie om energie-neutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing als het zoeken naar mogelijkheden voor de verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie.
West-Friesland is zich bewust van de omvang en de complexiteit van de ambitie om energie-neutraal te worden. In het pact is afgesproken om deze ambitie samen met de regionale bedrijven en de maatschappelijke organisaties uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dit programma richt zich op de periode 2021-2025. Het bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energie-neutraal West-Friesland. En de Raad wordt voorgesteld om het uitvoeringsprogramma Energie Neutraal West-Friesland met elkaar vast te stellen. En dan is mijn vervolgvraag, wenst iemand stemming hierover? Ja? Nou, dan is mijn vervolgvraag, wenst iemand een stemverklaring af te leggen? En meneer Zeilenmaker, ja? Begin ik bij meneer Zeilenmaker. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn voor dit uitvoeringsprogramma, maar we willen wel nadrukkelijk aangeven dat PWF geen molens van 50 meter wil en dat de wethouder heeft aangegeven dat Medeblik daarin ook geen enkele actie zal ondernemen, dan wel initiatieven zal ondersteunen, omdat wij in de bestemmingsplan hebben opgenomen dat we geen windturbines willen. Dank u wel. Ja, u ook bedankt. Meneer Belijn, ik ben voor of tegen omdat... Ik ben hard voor Medeblik is tegen, omdat dit voorstel gaat jaarlijks honderdduizenden euro's kosten, zonder dat de inwoners hier echt daadwerkelijk op vooruit gaan. Daarnaast zit het netwerk helemaal vol, kan geen zonnepaneeltje meer bij, dus het had ons beter geleken als er een voorstel was geweest waardoor we het net hadden kunnen ontzien, waardoor wel dingen mogelijk waren. Fijn, dank u wel. Dan rond ik dit onderdeel af. Dan wil ik de griffier vragen of zij het voorstel in stemming wil brengen. Wie stemt voor dit raadsvoorstel? CDA 6, PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, BAM 1, ChristenUnie 1, GroenLinks 1, D66 2, Gemeentebelangen 5 en VVD 4. Wie stemt tegen dit raadsvoorstel? Hart voor Medeblik. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen met 25 voor en 1 tegen. Dan heeft uw raad besloten om het uitvoeringsprogramma Energie Neutraal West-Friesland vast te stellen. Gaan we door naar onderdeel B2, kapitaalversterking Alliander. Ook hier is de portefeuillehouder de heer Nederpelt. Alliander is verantwoordelijk voor de vitale energieinfrastructuur in onze gemeente. De gemeente Medeblik is aandeelhouder van Alliander. Alliander deed eind mei jongstleden alle aandeelhouders het verzoek voor kapitaalversterking. Alliander is van plan hiervoor een reserve converteerbare hybride obligatieleningen uit te geven van 600 miljoen onder de aandeelhouders. Het concrete verzoek van Alliander aan de gemeente Medeblik is om minimaal ruim een miljoen te verstrekken. De raad wordt voorgesteld deel te nemen aan de reserve converteerbare hybride obligatielening van Alliander voor een bedrag dus van 1,254 miljoen euro en de bereidheid uit te spreken om dit bedrag tot maximaal 25% te verhogen, mocht er onvoldoende bereidheid zijn bij andere aandeelhouders om pro rata deel te nemen. Nou, dat is een mooi verhaal. Wenst iemand stemming daarover? Ja? Wie wilde dan een stemverklaring afgeven? Meneer Belijn, mevrouw Manshanden en de heer Paalberg en meneer Raad. Nou, ik ben voor of tegen meneer Belijn, omdat... Nou, Hart voor Medeblik zal tegenstemmen. We hebben lang getwijfeld hierover. We willen wel onze verantwoordelijkheid nemen als aandeelhouder, maar we hebben het financieel niet ruim. En daarom had bijvoorbeeld provincie Gelderland al aangegeven voor gemeentes die het niet ruim hebben, daar vangen wij de lening voor op. Wij denken dat dat een beter idee was geweest gezien de financiële situatie, want het is moreel niet verantwoord. Ja, dank u wel. Die stemverklaring kan iets korter. Mevrouw Manshanden. Ja, dank u wel, voorzitter.
Wij stemmen voor, want aanpassen van infrastructuur is nu noodzakelijk. Maar we hebben wel de kanttekening dat we ons zorgen maken over de financiële risico's die we hiermee kunnen lopen op de lange termijn. Die zijn onbekend en ongewis en wellicht dat dit een rijksaangelegenheid zou moeten zijn. Dank u wel. Ook die kan korter. Meneer Paalberg. Ja, wij als gemeente Belang zijn voor, omdat wij deze versterking echt noodzakelijk vinden om de infrastructuur op het gebied van energie voor de toekomst op orde te krijgen. De afgelopen informatiebijeenkomst van afgelopen maandag liet dat duidelijk zien. Dank u wel. Meneer Raad, wilt u het rijtje afsluiten? Pardon? Oh, dat is niet de bedoeling, dan kom ik zo bij u terug. Meneer Raad. Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD is voor, omdat de gemeente het financieel niet ruim heeft en wij dit een goede en veilige investering vinden. En als we het niet doen, het de gemeente meer geld kost dan als we, tenminste, als we dit niet zouden doen, dat het ons dan meer geld gaat kosten. Wij stemmen ook voor, maar ik wil toch de kanttekening maken dat ik het een zeer ingewikkeld en complex dossier vind. En met de kanttekening, oeps, wij zijn toch geen bank. Dus dat voelt een beetje onheimisch van dit soort bedragen. Maar de baten wegen toch meer op tegen de lasten. Dus wij zullen meegaan met dit voorstel. Fijn, dank u wel. Heb ik nog meer mensen overgeslagen? Nee? Dan vraag ik de griffier om de stemming af te nemen. Wie stemt voor dit raadsvoorstel? CDA 6, PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, BAM 1, ChristenUnie 1, GroenLinks 1, D66 2, Gemeentebelangen 5 en VVD 4. Wie stemt tegen dit voorstel? Hart voor Medemblik 1. Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen met 25 voor en 1 tegen. Besloten deel te nemen aan de reserve converteerbare hybride obligatielening van Alliander NV naar rato van ons aandelenbezit voor een bedrag van afgerond 1,254 miljoen euro. De bereidheid uit te spreken om dit bedrag tot een maximum van 25% te verhogen, mocht er onvoldoende bereidheid zijn bij andere aandeelhouders om pro rata deel te nemen. Goed, dan zijn we alweer door de hamerstukken heen. Gaan we door met de bespreekstukken. En het eerste wat op de agenda staat is het burgerinitiatief ontwikkelcombinatie De Zeehoek. En ik sta op als portefeuillehouder, maar dat is alleen de procedurele kant van deze avond. Andere wethouders hebben daar ook betrokkenheid bij als het om de inhoud van het initiatief gaat. Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Dat geldt, dat stelt de verordening burgerinitiatief Medemblik. En die stelt daar ook eisen aan. Thans is er een initiatief ingediend door 416 inwoners die met de gemeente het plan voor woningbouw en nieuwbouw en zwembadontwikkelingscombinatie De Zeehoek willen bespreken en onderzoeken. De initiatiefnemer is in de raadsvergadering uitgenodigd om dit initiatief toe te lichten. Als de raad constateert dat het aan de eisen wordt voldaan, kan het initiatief geldig worden verklaard en kunnen vervolgstappen worden genomen. Wat betekent dat het initiatief in de commissie kan worden geagendeerd, waar inhoudelijk besluitvorming door de raad kan worden voorbereid. Meneer Groteman, is er nog een microfoon voor u beschikbaar? Oh, wat een voorrecht. Ja. Goeiedag. Meneer Groteman, hartelijk welkom. En ik geef u graag de gelegenheid om dit initiatief aan de raad toe te lichten. Dank u wel. Mijn naam is Dylan Groteman van de dorpsraad van Werpshoof. Ik kom hier vanwege de dorpsraad om een burgerinitiatief in te dienen. Burgerinitiatief voor het bouwen van woningen op het terrein De Zeehoek in Werpershoof. Wij hebben 2 september een bijeenkomst georganiseerd in Werpershoof.
En daaruit bleek dat er echt woningen nodig zijn. Wij werfzovers hebben woningen nodig. Jongeren van mijn leeftijd of jonger of ook ouderen, die kunnen geen kant heen. Die zoeken momenteel in Horen, in een Kuizen, om maar aan een woning te komen. Het probleem is dat de jongeren hier niet kunnen blijven, dus ergens anders naartoe gaan. Dat is slecht voor het dorp, vandaar dat wij woningen willen hebben. We hebben een burgersinitiatief gemaakt waar 415 handtekeningen zijn gezet. En die willen graag bij deze indienen. Gaan we dan even staan en krijgen? Onderzocht is of het initiatief voldoet aan de eisen die de verordening stelt aan het burgerinitiatief. Zoals dat er minimaal 30 personen moeten zijn die het initiatief indienen. Naar aanleiding daarvan is de raad voorgesteld om het burgerinitiatief ontwikkelcombinatie De Zeehoek geldig te verklaren en voor advies in handen te geven van de raadscommissie. In deze raadscommissie, dat zal 11 of 15 november zijn, dat krijgt u nog tijdig door. Wordt de initiatiefnemer uitgenodigd en kunnen de commissieleden vragen stellen aan de initiatiefnemer, maar ook aan het college. De gemeenteraad dient daarna een besluit te nemen over de afhandeling van het burgerinitiatief. Dit kan de raad doen door middel van een raadsvoorstel, een initiatiefvoorstel, het advies van de commissie of met een motie waarin een opdracht voor het college wordt gevoerd. Ik denk dat we daarover inhoudelijk met 450, zei u? 15? Oh, er is er één af. Dat u ruimschoots voldoet aan de criteria. Wenst er nog iemand stemming over dit voorstel met betrekking tot het geldig verklaren, meneer Ginhuis? Voorzitter, ik heb nog wel een vraag aan u. We hebben natuurlijk in een vorige raad hebben wij een motie aangenomen waarin we eigenlijk De Zeehoek-combinatie via het college eigenlijk gevraagd hebben van ja, dien de plannen maar in. En krijgen we niet op deze manier eigenlijk twee initiatiefnemers voor het plan. Namelijk de dorpsraad die een burgerinitiatief indient en De Zeehoek-combinatie die een initiatief indient. En dan hebben we twee initiatieven. En misschien zie ik het verkeerd, maar ik zie dit eigenlijk ook echt als een aanmoediging richting ons als raad. Van doe wat met de plannen die ingediend gaan worden. Maar ik vraag me af of dit echt een burgerinitiatief is die de dorpsraad op zich gaat nemen en dus ook de kar gaat trekken voor dit hele project. Want dat is eigenlijk ook een burgerinitiatief. Ja, het diplomatieke antwoord is: ik snap dat u deze vraag stelt. Maar het betekent wel inderdaad dat, voor zover mij bekend, op de avond in Wervershoofd ook nadrukkelijk dit onderwerp aangeraakt is. Dus ik kan ook wel begrijpen dat dit vanuit de inwoners van Wervershoofd te berde wordt gebracht. En de vraag is of er sprake is van een doublure, hè, want die vraag stelt u eigenlijk. En ik denk dat dat in goede handen is bij uw raad en bij de collegeleden die opgesteld staan hiervoor, om dat in goede banen te leiden. Dus vooralsnog heb ik het vertrouwen dat dat geen dubbel werk gaat opleveren. Maar dat is een aanname. Maar ja, dat dit er kwam, lag in de lijn van de verwachting. Ja? Okay. Goed, dan ga ik terug naar mijn vraag. Wenst iemand stemming over het geldig verklaren van dit burgerinitiatief? Of is het u wel duidelijk zo? Ja? Dus dan gaan we niet stemmen. Wenst iemand nog een aantekening op de besluitenlijst hierover? Nee? Dan stel ik vast dat uw raad besloten heeft het burgerinitiatief ontwikkelcombinatie De Zeehoek geldig te verklaren en voor advies in handen te geven aan de raadscommissie. Ja? Overeenkomstig besluit. Gefeliciteerd. Dan zijn we alweer bij onderdeel C2. Transformatievisie Jeugdzorg Plus 2023 en verder. En daar is wethouder Kuipers de
verantwoordelijke voor de veilighoud. Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de Jeugdzorg Plus af en zijn 18 Noord-Holland Noord gemeenten het verwervingstraject gestart voor het inrichten van de Jeugdzorg Plus in de periode na 2023. In de voorliggende transformatievisie stellen wij met elkaar vast hoe wij Jeugdzorg Plus zien in Noord-Holland Noord. En dat een gecontroleerde afbouw nodig is omwille van de jeugdigen en dat er gezamenlijke opdracht ligt voor gemeenten om ook andere betrokkenen om instroom in de Jeugdzorg Plus te voorkomen. De raad wordt voorgesteld om de transformatievisie Jeugdzorg Plus 2023 en verder vast te stellen. Nou zie ik dat er van de kant van de ChristenUnie op dit voorstel een motie is ingediend. Dat klopt toch, mevrouw Visser? En ik geef u graag de gelegenheid om kort uw motie toe te lichten aan de raad. Ja, voorzitter, dank u. Om meteen met te beginnen, ik weet niet hoe dat heet, maar de motie ga ik iets veranderen, moet ik hem dan amenderen. Er staat een zin in die meer vragen oplevert dan dat het de motie goed doet, dus die wil ik graag verwijderen. Het heeft te maken met de vierde laatste bullet bij constaterende dat, en het gaat over de genderideologie. Buiten dat het woord fout is, wil ik wel even uitleggen dat dat een afleiding kan zijn van wat we met de motie willen bereiken. Want wat willen wij bereiken? Wij hebben wel meer aandacht gevraagd aan preventie. We komen tot de conclusie dat heel veel jongeren, ook in jeugd en de pesten. Waarom deze zin erin stond, is ook op dit moment dat heel veel jongeren in de war raken over identiteit. Daar kun je mee heel erg in de problemen komen. Het kan zelfs tot ernstige gevolgen hebben. Wat we recentelijk ook hebben kunnen zien, niet hierdoor, maar dat kunnen allerlei andere oorzaken zijn. Dus wij willen voor de jeugdzorg om toch wat kosten te besparen, of kosten te besparen, maar laat ik het niet over kosten hebben, ook leed bij jonge mensen die nog een hele toekomst moeten hebben, om veel meer in te zetten op preventief gesprekken en preventief met elkaar dit te delen en daaraan te doen om erger en zwaarder in het traject te kunnen voorkomen. Er zijn allerlei initiatieven, ook landelijk allemaal, Homestart en dat soort zaken. En ik vraag er dus eigenlijk voor, eigenlijk zijn er nog meer oorzaken, maar laten we goed in gesprek gaan. Ik heb nog even de moties doorgekeken. Er staat ook nog een motie van de ChristenUnie die toen aangenomen is om ook een jeugdplatform te betrekken bij politieke besluiten. Maar ik denk dat wij gewoon met z'n allen veel meer aandacht moeten gaan krijgen voor preventief gesprekken in te gaan met, ik heb het volgens mij nu voor de vierde keer gezegd, ik denk dat het wel duidelijk is, voor onze jongeren. Want daar ligt toch een groot probleem, denken wij. En voorkomen is dan beter dan genezen? Ja. Dank u wel. Dan open ik de beraadslaging over dit voorstel en de motie. En ik verzoek u ook in eerste termijn kenbaar te maken wat uw voorlopige standpunten zijn rondom de motie, alsmede misschien dat er vragen zijn aan de indieners, indiener, indienster of het college. Ja? Dan open ik de eerste termijn. Ik ga maar eens een keer zo. Als u niks te zeggen hebt, neem ik dat u niet kwalijk. Dus u kunt daar gerust van afzien. Ik begin met meneer Raad. Dank u wel, voorzitter. Wij begrijpen op zich de gedachte van de ChristenUnie om meer in te zetten op preventie. Ik denk ook goed dat het duidelijk is dat mevrouw Visser dat woord over de genderideologie eruit heeft gehaald. Want dat creëerde wat verwarring. Want gender is geen ideologie. Dat is gewoon iets wat bestaat. En wij waren toch wel even benieuwd naar de discussie. Ook wel benieuwd naar de reactie van het college. Als het wat ons betreft niet al te bevoogdend gaat werken. Want daar zijn wij natuurlijk als VVD geen voorstander van.
dan zien we er op zich niet zo heel veel bezwaar in. Maar ik wil ook nog wel een beetje de discussie afwachten. Wij begrijpen dat de intentie is om gewoon op een normale, respectvolle manier ook deze problematiek als preventief middel te kunnen inzetten. En als ik straks naar aanleiding van het hele debat nog steeds diezelfde indruk heb, dan zullen wij het waarschijnlijk wel kunnen steunen. Dank u wel. Gemeentebelangen, meneer Ginnaar. Dank u wel. Heel kort. En wij zijn voornamelijk ook even benieuwd wat de reactie is vanuit het college voordat we onze stem definitief bepalen. Dan zal de wethouder dat doen. Dank u wel. Meneer Nijsing, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Hij staat aan. We zijn ook inderdaad benieuwd naar de mening van de wethouder. We vonden het opvallende motie, maar we niet helemaal vonden passen bij het stuk wat voor ligt. Het gaat echt over de zwaardere jeugdzorg en niet over het sociaal domein in het algemeen of over jeugdzorg in zijn algemeen. En wat wij ook wel vinden is dat natuurlijk hopen dat alle goede huwelijken heel lang duren, het liefst oneindig. Maar er zijn ook huwelijken die niet goed lopen en waarbij het soms ook een zegen kan zijn als mensen uit elkaar gaan, ook voor de kinderen. Nou, dat wordt hier niet goed in meegenomen. En daarbij hebben we ook nog wat vragen erover. Er staat ook een stukje in over pestgedrag. Nou, dat vinden wij ook. Vragen af wat doet dat zeg maar in dit verhaal? En nog steeds staat bij bezoek het college echtscheidingen en identiteitscrisis. Maar wat wordt daar dan specifiek mee bedoeld? En dat is weer voor mij heel iets anders dan scheidingen. Dus wij zijn niet overtuigd, ondanks we wel altijd voor preventie zijn, maar omdat we niet denken dat dit het juiste raadsvoorstel is en omdat we toch wat vragen nog hebben, staan we er nu nog negatief in, maar misschien kan dat gedurende het debat nog wijzigen. Oh, pardon. Van Hans-Hanne. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons was dit een hamerstuk. Een visie waar we in deze tijd met grote problemen op het gebied van zorg voor de jeugd mee uit de voeten kunnen. We maken ons vooral zorgen om de zorgcowboys die ook op dit vlak behoorlijk huishouden en enorme winsten opstrijken, terwijl de kwaliteit van de zorg er niet of nauwelijks op vooruit gaat en ook hier wachtlijsten zijn. Maar daar zullen we in de begrotingsbehandeling volgende week op terugkomen. En dan nu de motie van de ChristenUnie. We begrijpen de bedoeling van deze motie. We zien echter verschillende zaken benoemd, zoals pestgedrag, identiteitscrisis en echtscheidingsproblematiek, waarbij ons verwarring geeft. In feite valt alles onder het thema onveiligheid en psychosociale problematiek rondom jeugd en gezin, waar ze in opgroeien. Volgens ons zijn dit thema's die allang worden onderkend door de jeugdzorg. Daarom lijkt deze motie ons overbodig. Maar wij willen ook heel graag de reactie van de wethouder horen. En als die hiermee uit de voeten kan, dan zullen wij de laatste zijn die om deze redenen tegen zullen stemmen. Want het blijft gewoon heel belangrijk om voor dit soort zaken, zoals voornamelijk pestgedrag en identiteitscrisis, om daar preventief aandacht voor te hebben. Dus, voorzitter, graag reactie van de wethouder. Dat was hem. Mevrouw Visser, doen we u als laatste, hè? Oké. Meneer Meester, wilt u nog wat opmerken? Nou, alweer 41 jaar getrouwd. Dat is ook knap. Jouw kinderen zitten dus niet in de jeugdzorg. Nee, nee. Ik wacht de reactie van de wethouder even. Over jouw huwelijk. Ja. En ik heb een brandende vraag: van wie is het knap? Meneer Berlijn, wilt u nog iets opmerken? Ja, zeker, voorzitter. Nou, het is een mooi gegeven dat er altijd ingezet kan worden, of dat er eigenlijk ingezet moet worden op het begeleiden bij echtscheidingen. Want in alle emotie die met de scheiding meekomt, kan het kind nog wel eens worden vergeten. En heel veel kinderen zijn daar dan ook de dupe van. Ouderschap, Het ouderschap blijft voor altijd, ondanks dat je bent gescheiden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, ook. Ik reageer wel even op degene die al wat hebben gezegd. Bijvoorbeeld D66. Ik denk dat deze motie niet alleen gaat over dat je bij elkaar moet blijven, maar dat die echt ook bij die begeleiding is van zo'n echtscheiding, zodat het kind niet vergeten wordt. Want
dat gebeurt dus nu wel vanwege die emotie. Nou, u heeft daar veel ervaring mee als met uw werk, niet persoonlijk, maar met uw werk. Sorry, met uw werk. tegen de VVD wil ik wel zeggen van ja, je mogelijk bespaar je wel heel veel kosten in de toekomst. En dat scheelt toch weer wat amendementen bij begrotingen bijvoorbeeld. Daar wil ik het bij laten voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Boeiend betoog. Meneer Neefjes. Ja, dank u voorzitter. Dit was voor ons ook een hamerstuk. En wat de motie betreft verzoekt het college meer actief aan preventie te gaan werken. Ja, preventie, dat staat ook bij ons hoog op de prioriteitenlijst. Ik vraag me wel af hoe dat in dit geval gaat werken, zeg maar, bij echtscheidingen. Ja, er zal er ergens een loket moeten zijn waar mensen zich al kunnen aanmelden voordat een scheiding een feit is. Dus wat dat betreft hoor ik ook graag een reactie van de wethouder of dit praktisch wel haalbaar is. Hoe dan ook. Wie kan ik het woord geven? Meneer de Jong. Ja, dank u wel, voorzitter. Agendapunt is voor ons een hamerstuk, dus daar kunnen we meegaan. Met betrekking tot de motie hebben we er wel even over na moeten denken van in hoeverre het verband echt met het agendapunt wat hier staat over Jeugdzorg Plus er was. Dus we willen ook heel graag van de wethouder horen hoe hij hierin staat. En ik heb ook de vraag in hoeverre echtscheidingen straks ook een taakpakket van de gemeente Medemblik gaat worden. Dus dat wil ik ook graag van de wethouder horen. Of dat iets is wat de gemeente Medemblik nu ook op zich gaat nemen. Dus zover, voorzitter. Ja. Meneer Koning. Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is goed dat we in één partij gaan denken. Want de heer Neefjes die zegt bijna exact de woorden die ik wilde zeggen. Dus daarom hou ik het ook kort. De eerste drie bullets van constateren dat helemaal mee eens. Kunnen we ons helemaal in vinden. Alleen verzoekt het college hoe het hier staat. Kan eigenlijk alle kanten op. Eigenlijk wat de heer Blijn zegt, die kant kan het op. Maar het kan ook de kant op die de heer Nijsing zegt. Dus het is zo ruim geschreven, ik weet niet of het uitvoerbaar is. Dus we wachten even de reactie van de portefeuillehouder af. Ja, mevrouw Selders, CDA. Dank u, voorzitter. Nou, mevrouw Visser, de ChristenUnie heeft goed nagedacht over deze motie. De constateringen zijn heel helder en met name de cijfers bij die tweede bullet zijn heel schokkend. U geeft aan dat er meer moet worden ingezet op het voorkomen dan het begeleiden van echtscheidingen. En we zijn het met u eens dat het op zijn zachtst gezegd bijzonder is dat je wel eens reclames hoort over uit elkaar gaan. Maar het gesprek om deze te voorkomen lijkt dan niet gevoerd te worden. Ik zeg bewust lijkt, want we hebben het idee dat daar in deze gemeente al wel aandacht voor is. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden die er zijn, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis of Homestart, wat al eerder genoemd is. En ik hoor graag van de wethouder of dat klopt wat ik denk. Tot slot, uit uw motie lijkt de veronderstelling uit te gaan dat jongeren slechts door een scheiding al zware jeugdzorg nodig hebben. En over die mening zijn we wat verbaasd, want Jeugdzorg Plus omvat veel meer dan dat. En tijdens de informatieavond is ook geantwoord op een vraag van hoeveel kinderen zijn er in onze gemeente. Maak gebruik van Jeugdzorg Plus. Dat zijn er op dit moment 2. En ik ga er eigenlijk vanuit, helaas, dat er wel meer mensen te maken hebben met echtscheidingen. Dus eventjes om die verhouding tussen die twee zaken weer te geven. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder zullen we besluiten. Maar in eerste instantie denk ik dat die overbodig is. Dan wil ik u vragen om de eerste termijn af te ronden en de reacties van uw collega's mee te nemen. Ja, nou, ik denk om met mevrouw Selders te starten en daar ook maar mee te beginnen. Ik denk dat deze oproep nooit overbodig is en ook nooit overbodig zal zijn. Natuurlijk, het woord echtscheiding staat er veel in, maar het gaat toch ook wel om de vertrouwen, omgeving die kinderen nodig hebben, hechtingsproblemen. En het is gewoon gebleken, ook met andere initiatieven, dat preventief echt kan leiden tot minder zwaardere zorg achteraf. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik wil niet alles en de hele wereld hierbij halen, maar als ik dan zie dat 1115 kinderen
uit huis geplaatst zijn omdat er armoede in een gezin is ontstaan die niet meer voor de kinderen. Zelfs dat zou je hier onder kunnen plaatsen. Die zijn hun veiligheid kwijt, die zijn hun vertrouwen kwijt. En daar krijg je enorme grote problemen, zelfs hechting van hoe dat uitkomt. Dus deze motie kun je klein maken. Maar mijn oproep is wel, ja, ik vraag echt aandacht voor de jeugd om zoveel mogelijk in te zetten. Om preventief met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. En ik vraag de wethouder hoe die dat kan zien. Ja, dit is het. Waren er nog meer vragen? Waren er geen vragen meer bij mij, hè? Nee, alleen aan de wethouder. Oké. Ja, misschien kunnen we dan een tweede termijn voorkomen. Dat dacht ik even. Maar dat gaan we nog zien. Ja. Meneer Kuipers, het verlossende woord graag. Oh, tips, ook goed. Ja, die zijn waardeloos, hè, gratis tips. Eerst wil ik de echtgenoten van meneer Meester feliciteren met het feit dat ze het al 41 jaar met u uithoudt. Dus, heel mooi. Even over de motie, of even over de motie inderdaad. Misschien even voor de feiten. De 18 gemeentes in Noord-Holland Noord zijn momenteel 16 kinderen in jeugdzorgplus. Dus dat zijn er niet zoveel. Gelukkig, dus eigenlijk zijn we al goed op weg om inderdaad jeugdzorgplus overbodig te maken. In 2030, zoals het in het visiedocument staat. Datgene waar mevrouw Visser op doelt, is toch het voorveld, hè? Proberen te voorkomen inderdaad dat kinderen afglijden naar jeugdzorgplus. Dat is wel een hele weg, hè, die je dan moet gaan. Dus wat dat betreft snap ik de motie. Ik heb nog wel even gekeken naar alle getallen die erin staan. Ik kon dat zo niet zo gauw terugvinden en ook die relatie leggen. Maar misschien kunt u straks nog even wat over zeggen. Of u mag het ook nu doen, hoor, als u dat... Ja, ik ben geen voorzitter. Nou, ik schrik er gewoon van dat dit eruit komt. Hè? Maar het is 1 op de 10 jongeren die in enige vorm met jeugdzorg te maken hebben. Heb ik het niet over jeugdzorg plus, maar dat gewoon 1 op de 10 jongeren. En dan kom je uit op 600.000. Ik heb het nog met de griffie doorgerekend, maar nou, zijn enorme getallen. Ja, ik ga ook niet met u in discussie over de getallen, want ik heb het niet na kunnen zoeken en ik ga ervan uit dat het klopt. Het gaat er even om, wat doen we hier al in de gemeente, denk ik, op het gebied van dit onderwerp? We hebben momenteel een fysiek spreekuur in Wognum, speciaal voor dit onderwerp. En we zijn ook digitaal zijn we bereikbaar, waar mensen vragen kunnen stellen over dit onderwerp, als ze inderdaad in dat traject van echtscheidingen terechtkomen. Ze kunnen vragen stellen, ze krijgen tips, hoe moet ik het aanpakken, hoe moet ik het geestelijk verwerken. Dus, en ook vooral, hoe kunnen we zaken netjes afwikkelen? Want ik denk niet dat de gemeente, die vraag werd ook gesteld, dat het voorkomen van echtscheidingen geen taak is van de gemeente. Wat wel een taak is van de gemeente, als kinderen door de problematische echtscheidingen, want het gaat vaak om problematische echtscheidingen, in de problemen komen. Ja, dan inderdaad is de gemeente aan zet om te kijken welke vorm van jeugdzorg we moeten toepassen bij dit geval. Vergeet ook niet, we hebben maatschappelijk werkers. We hebben ook schoolmaatschappelijk werkers. Zeer belangrijk, want ik weet uit ervaring hoe welke invloed een echtscheiding op een kind heeft. Ik heb jaren in basisonderwijs gezeten, zoals u weet. En je kon echt aan de kinderen merken als er sprake was van een echtscheiding. Het doet heel veel met een kind. Maar we doen dus in Medemblik al heel veel op het gebied van vooral het begeleiden van ouders richting de echtscheiding. En hoe kom je daar met je kinderen op een hele mooie, goede manier uit. Ten slotte, zou eigenlijk kunnen zeggen dat we al heel veel doen. Maar wat ook wel belangrijk is, want er staat in een stuk ook, het kan uitgevoerd worden door diverse bureaus met goede medewerkers. Nou ja, wij hebben die medewerkers. Bureaus kosten geld. En momenteel, het is flauw om het weer te zeggen, hebben wij niet de middelen om die
middelen beschikbaar te stellen voor die bureaus. En er ligt bovendien, dat weten we ook in de programmabegroting, waar ik nu even op vooruit loop, dat er een gigantische claim ligt in de miljardenbegroting vanaf 2023 op het gebied van de preventie. Dat gaat echt om tonnen. Dus wat dat betreft is het vindt het college dat we nu niet dit moeten doen, want we hebben al heel veel wat we doen op dit gebied. Maar we onderkennen wel de oproep om inderdaad wel constant goed actief te zijn met deze problematiek. Want inderdaad, het raakt kinderen en kinderen kunnen er inderdaad aan onderdoor gaan. Maar op dit moment, ja, ik hoorde bij sommigen al het woordje overbodig. Op dit moment, denk ik, ontraden we hem en is hij ook een beetje overbodig. Maar ik snap wel de intentie van de motie. Ik heb geen vraag, ik heb één opmerking, meneer Kuipers. Ik vraag niet of u met uw bureaus gaat werken en ik vraag geen geld. Hè? Ik vraag een aandacht. U hoeft de begroting er niet bij te halen, dat was één. Nee, maar kijk, dank u. Ja. Ik heb aangegeven dat we aandacht hebben voor deze zaak. En ik onderschrijf de noodzaak om er aandacht voor te hebben, absoluut. Maar, u ontraadt de motie? Ja, omdat, in feite is het overbodig. Niet dat we geen aandacht moeten hebben, maar we hebben al heel veel ingezet op dit gebied. Okay. Nou, dank u wel. Dan is de vraag, is er nog een behoefte aan een tweede termijn? Ja, mevrouw Schelders. Ik wil even kort reageren op mevrouw Visser in uw eerste termijn. Had u het nu ineens over armoede onder kinderen, maar de motie die u indient gaat echt specifiek over echtscheidingen. Dus de valkuil is, ik kan zoveel erbij halen omdat het leed van kinderen zo groot kan zijn. Maar je hebt een punt, ik hoef niet alles erbij te halen. Dit is de motie die voor ligt en hier gaat het over. Zijn er nog anderen onder u die in tweede termijn iets willen aangeven wat nog niet gezegd is? Iets nieuws dus? Nee? Dan denk ik dat het goed is dat we de tweede termijn hierbij sluiten. En voordat ik dat doe, moet ik wel even aan de indiener vragen of ze de motie in stemming wil brengen. Ja, in stemming brengen, ook al zegt de wethouder het overbodig is. Maar ik zou toch dit aandachtspunt ook wel graag wat steun voor willen krijgen, dat het voortdurend aandacht blijft houden. Ja. Dank u. Dan sluit ik de beraadslagingen. Dan denk ik dat het goed is dat ik de raad nog even vraag of jullie het allemaal in stemming willen brengen. Ja? Ja. Daar is dan nu het moment voor. Voor het voorstel, toch? Nee. Ja. Ja, de motie komt namelijk. Wij willen een stemverklaring geven op het raadsvoorstel. Nee, daar heeft u gelijk in. Ja. Dus de stemverklaring heeft betrekking op de motie. Nee, op het raadsvoorstel. Oh, dan bent u nu aan de beurt. Ik doe een stemverklaring op verzoek van mijn collega Berenpoot. 5 dagen geleden is ons gezin betrokken geraakt bij de geboorte van een baby. Ondanks dat ons jeugdzorgsysteem konden moeder en zoon nergens terecht. Alleen door moeder en kind in huis te nemen is uithuisplaatsing van het kind voorkomen. Er moet op dit gebied nog veel verbeterd worden. Daarom zijn we eens met het voorstel. Dank u wel. Voorzitter, ja? Mag ik ook een stemverklaring afleggen? Ja, met betrekking tot het voorstel. Ja, gaat u gang. Wij zijn voor het voorstel omdat we het absoluut mee eens zijn dat jongeren zo weinig mogelijk in geslotenheid de zorg en ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben. Dank u wel. Ja, meneer Berlijn. Dank u wel, voorzitter. Hart van medemelijk zal voorstemmen zoals ons commissielid Leon Arends zal het aangeven in de commissie. Er ligt een enorme uitdaging om de budgetten niet verloren te laten gaan aan onnodige bureaucratie en aan overleggen. Maar naar de praktische aanpak, zodat de zorg naar de cliënt gaat. Ja. In plaats van de vergadertijgers. Die moesten nog even. Dank u wel. Dan ben ik zo vrij om het voorstel in stemming te brengen. Mevrouw de Griffier. Ja, wie stemt voor dit raadsvoorstel?
CDA 6, PWF, ja allemaal, 27 raadsleden, 26 excuus raadsleden voor, ja. Nou, dan is overeenkomstig besloten. Wat hebben we dan besloten? Dat we de transformatievisie Jeugdzorg Plus 2023 en verder hebben vastgesteld. Dan over de motie. Ik heb van mevrouw Visser begrepen dat ze de motie in stemming wil brengen. Dan is mijn vervolgvraag, wenst daar nog iemand een stemverklaring over af te leggen? Ja, meneer Raad. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben ons als VVD het debat geluisterd. We staan achter de intentie. We denken ook dat er niet veel bloed uitvloeit. En het is goed om hier nog een extra aandacht voor te vragen. En de wethouder kan het zien als een steuntje in de rug. En ik hoop dat hij het ook op die manier uitlegt. En daarom zullen wij het wel steunen. Dank u wel. Ja, ik kom daar vanzelf. Meneer Dion. Dank u wel, voorzitter. Wij zullen tegenstemmen, hoewel we een preventie hoog in het vaandel hebben staan. Maar de woorden van de wethouder hebben ons overtuigd om in ieder geval hier niet mee te gaan. Ja, meneer Koning. Dank u, voorzitter. Wij stemmen tegen. We begrijpen de intentie helemaal. Alleen de woorden van de wethouders hebben ons overtuigd om tegen te stemmen. Ja, mevrouw Selders. Dank u wel. Wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat in Medemblik al heel veel wordt gedaan aan preventie op dit punt. En deze motie is heel specifiek en gaat ervan uit, tenminste die veronderstelling wekt het, dat jongeren slechts door een scheiding al zware jeugdzorg nodig hebben. Goed, dank u wel voor die stemverklaring. Meneer Neefjes, u wilt ook nog even... Jazeker. Gaat uw gang. Wij gaan ook tegenstemmen om eensluidende redenen. Aan de rechterzijde. Voor mij is het links, hè? Ja, oké. Okay. Goed. Dan wou ik de griffier vragen of we de stemming kunnen afnemen met betrekking tot de motie, zoals mevrouw Visser die heeft ingediend. Wie stemt voor deze motie? Hart voor Medemblik 1, BAM 1, ChristenUnie 1 en VVD 4. Wie stemt tegen deze motie? CDA 6, PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, GroenLinks 1, D66 2 en Gemeentebelangen 5. Dan is de motie verworpen met 7 voor en 19 tegen. Dan is overeenkomstig besloten. 9:10 zouden we verder gaan met de moties vreemd aan de orde van de dag. Dus wij moeten nog 3 minuten inlopen. Er ligt een motie over... adopteren naam met betrekking tot het recente Holocaustmonument. En er ligt een motie over het gratis verstrekken van een energiebox en de inzet van energiecoaches. Ik ga ze afzonderlijk behandelen. Dus ik geef in eerste instantie mevrouw Van der Bos graag. Dank u, voorzitter. Ja. Allereerst mijn dank aan de mede-indieners VVD, PWF en GroenLinks. Want dit vergeet ik vaak als ik met een motie kom. Kan het nu niet meer misgaan. Bij de onthulling van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Dat werd op 19 september live op tv uitgezonden. Bleek hoe waardevol het is dat dit monument is gerealiseerd. Allemaal namen van mensen die nooit een eigen graf kregen en nu worden herdacht met een eigen steen. Meer dan 102.000 mensen die nooit terugkeerden. In ieder geval zijn nu hun namen terug.
Nabestaanden kunnen het bezoeken en aanraken en ervaren dit als zeer waardevol. En juist specifiek dit aspect is hetgeen wat mij het meest raakte bij het kijken van die uitzending. En toen is ook het plan voor deze motie geboren. Vervolgens zijn wij met alle zorgvuldigheid op zoek gegaan naar de namen van de mensen die van geboorte medeblikker zijn. Dus we hebben gezocht zeg maar op alle 17 kernen. En omdat zorgvuldigheid wel geboden is, hebben wij onszelf nadien laten controleren door de mensen van het Oorlogsmuseum in Medemblik. En eerder deze week heeft ook nog een meneer Peter Sasburg, een autoriteit op het gebied van onderzoek naar de namen van de Joden en Sinti, contact met mij gezocht, heeft ook nog even meegekeken met de namen. Dus het geeft mij een goed gevoel dat we nu met deze motie kiezen voor het adopteren van de 11 namen, zoals op pagina 2 genoemd. Dus de motie lag klaar, de namen die kloppen, vervolgens op zoek gegaan naar de dekking. Nou, wij hebben echt heel erg ons best gedaan om een passende post te vinden in alle posten die binnen onze gemeente Medemblik een rol spelen. Nou, de post die nog het meest in de buurt zou kunnen komen zijn de budgetten voor de 4 en de 5 mei comité's. Maar daar wil de CDA-fractie ook niet aan tornen. Toen heb ik stoute schoenen aangetrokken en de burgemeester om hulp gevraagd. In de motie staat nu wel, verzoekt het college. Ik zou me kunnen voorstellen dat jullie straks tegen ons zeggen, verander dat in verzoek de burgemeester. De burgemeester is naast voorzitter van onze raad natuurlijk ook voorzitter van het college, maar ook van de stichting Leven in Vrijheid. En wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij heeft ingestemd met het financieren van de donaties om deze stenen te kunnen adopteren. Meer dan 90 gemeentes gingen ons al voor. Dat is niet echt een argument om vanavond hiermee in te stemmen, maar ik vind het wel een mooi gebaar als ook onze gemeente op deze manier hun steentje wil bijdragen. Tot slot wil ik jullie er ook op attenderen dat wij kunnen natuurlijk als individu ook allemaal een steen adopteren. Zo is er bijvoorbeeld 1 steen beschikbaar met mijn achternaam Van den Bosch. Ik zag ook een steen met de naam Elsje Blik, zou ik ook wel weer gepast vinden. Het is natuurlijk aan jullie, maar ik wilde in ieder geval de mogelijkheid even noemen. En tot zover mijn inleiding. Ben benieuwd naar jullie vragen hierover. Maar daar gaat de voorzitter over. Ja, dank u wel voor uw uitleg omtrent de motie. Ik wil de beraadslaging graag openen in eerste termijn. En u wordt gevraagd om in eerste termijn kenbaar te maken wat uw voorlopige standpunten zijn ten aanzien van de motie. En misschien heeft u ook vragen aan de indiener of aan het college. Ik open de eerste termijn en ik geef graag, ga ik maar eens zo en dan komt u als laatste. Meneer Koning. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik schaamde me vanochtend helemaal dat ik laat was om me aan te melden dat wij al hier ook aan meededen. Want ik vind deze namelijk echt belangrijk. Ik denk dat jullie, sommigen van jullie weten de achtergrond denk ik van mijn familie, van mijn opa die ook in de Tweede Wereldoorlog vermist is. En het is heel belangrijk dat je kan herdenken bij een steen. Dat er een naam genoemd staat en dat je daar kan herdenken als familie. En daar deed mij deze motie heel erg aan denken. Dat ik het echt heel belangrijk vind dat dit gebeurt. En daarom ondersteun ik me ook echt van harte. Meneer de Jong. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou er bijna mee bij aan kunnen sluiten. Dan niet met de familieband, maar wel dat dit ontzettend belangrijk is. Ik vind het een fantastisch initiatief. Ik heb zelf in het verleden een aandacht gevraagd voor oorlogsmonumenten. Ik vind het een verlengstukje ervan. Wij zullen dit zeker steunen. En ik denk dat ik hoef niet te vragen wat de portefeuillehouder waarschijnlijk vraagt hiervan vindt. Want dat heb ik al gehoord van mevrouw Van der Bos. Dus wij zullen dit steunen. Dank u wel, meneer Neefjes. Ja, dank u. Een heel mooi initiatief wat ook op onze ondersteuning kan rekenen. Heeft mevrouw Van der Bos ook nog gedacht bijvoorbeeld aan extra publiciteit rond de dodenherdenking en bevrijding die dagen aan deze namen die oorspronkelijk uit onze gemeente komen. Dus dat zal ik nog graag aan haar willen meegeven. Dank u wel, meneer Berlijn. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat de meeste sprekers wel belangrijkheid ervan heb aangegeven. Ik
vind het hele mooie woorden van mevrouw Van der Bos. En het is een dankbaar initiatief en wij steunen die ook met van harte. Meneer Meester. Ja, prachtig initiatief. De Holocaust mogen we nooit vergeten. Dus ja, uiteraard onze steun ook. Dank u wel. Visser. Voorzitter, wij vinden dit een geweldige motie. Ik heb het voorrecht gehad om Yad Vashem in Israël te mogen bezoeken en ook het Holocaust in Israël in het noorden. En daar gaan de namen door een zaal van alle kinderen die vermoord zijn. En wat ik zo mooi vond ook in die uitzending, als je je naam blijft roepen, dan word je niet vergeten. Dus dit is een prachtig initiatief. Geld is al geregeld. Ja, voorzitter, wat rest ons dan nog dat u op die hamer slaat en dat we dan dit mogen verzilveren. Hartstikke goed. Dank u wel, mevrouw Bos, Van der Bos. Ja, dank u wel. Van Mansam. Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk al heel veel mooie woorden gehoord. En ook ontzettend bedankt de CDA dat ze hier zo mee aan de slag gegaan zijn. Want ze hebben daar veel, u heeft daar heel veel tijd aan besteed. Dus dat vind ik echt heel mooi dat u dat gedaan heeft. Want het is natuurlijk een hele belangrijke zaak dit. En ik wil ook meneer de Koning bedanken voor zijn mooie verhaal. Want dat wist ik helemaal niet. Maar dit, ja, dit ondersteunt natuurlijk het belang hiervan. Want het wordt heel concreet op deze manier. Dus natuurlijk onze steun van ganser harte. En daarom hebben wij ook onze logo hieraan verbonden. Ja, er is niet echt gevraagd om een reactie voor de wethouder, omdat we natuurlijk al weten dat u dit ondersteunt. Maar ik zou toch op prijs stellen dat u even goed nog een reactie hierop geeft. Want we hoeven natuurlijk geen. Meestal is het dan zo van, nou, we zijn benieuwd, maar ik ben nu wel eens benieuwd naar de positieve woorden van u hierover. Oh. Dat doe ik met liefde. Ja. Die Nijsing, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een sympathieke motie en vinden ook de intenties heel goed die erachter zitten. We vinden het een indrukwekkend monument en het is een mooi symbool om de slachtoffers te herdenken. Je zou eigenlijk denken van je kan niet tegen zijn en toch gaan wij tegenstemmen. En dan voel ik me ook wel een beetje een spelbreker in het rijtje voor me. En wij vinden dit geen taak van de lokale overheid om dit op te pakken. Het gaat, als je kijkt op de site van het monument, zeggen ze bedrijven, organisaties, scholen. Bijvoorbeeld één naam per klas, één naam per medewerker. Het gaat om relatief kleine bedragen. Dus het is ook heel goed op te brengen voor bijvoorbeeld een school, voor een oudheidkundige vereniging, het oorlogsmuseum of bijvoorbeeld een lokale politieke partij. En waarom moet de overheid het dan oppakken? Want juist laat je dat doen door de samenleving, stel je voor een school adopteert van naam, kan die daar ook een uitje van maken, die naam opzoeken. En is het nog een breder draagvlak en heeft het eigenlijk nog meer effect dan dat je dit als lokale overheid eigenlijk over gaat nemen. En in dit geval over zulke bedragen denken we ook niet dat het nodig is. Tot slot denk ik ook van, het kan ook een precedentwerking in de hand werken. Er zijn een heleboel van dergelijke belangrijke onderwerpen die je graag als overheid, als politiek steun wil betuigen. En ik denk dat je moet oppassen door juist van dit soort kleine zaken te gaan steunen. Want het kan ook wel zorgen dat de volgende keer er weer een dergelijk verhaal ligt. En dat wil ik niks afdoen aan het verhaal, ik wil ook niks afdoen aan het onderwerp. Maar ik vind dat je goed moet opletten, welke rol pakken wij als overheid? En in dit soort zaken denk ik, nee, doe dat niet. Geef het aan de samenleving, het heeft echt een meerwaarde en ga er niet tussen zitten. Nogmaals, niet tegen het onderwerp, niet tegen de intentie, laat dat heel duidelijk zijn, maar wel tegen de rol van de overheid hier in deze. En daarom zullen wij tegenstemmen. Goed, gemeentebelangen, meneer Paalder. Ja, dank u wel, voorzitter. Toen ik deze motie las, en dat is volgens mij vorige week, en Els heb ik er ook over gesproken, moest ik eigenlijk ook meteen denken, en klinkt misschien vreemd, aan het Vietnam Veteraanse Memorial, oftewel de WOL in Washington D.C., Ik ben daar meerdere keren geweest en elke keer als ik daar loop, ontroert mij dit monument op een of andere manier heel erg. Je kan natuurlijk van alles vinden van de Vietnamoorlog, dat is zeker waar. Maar dat veteranen en gesneuvelde soldaten op deze manier herdacht worden of herdacht zijn, is respectvol. Het is daarom ook goed dat wij in Nederland naast vele andere oorlogsmonumenten nu ook een vergelijkbare WOL heeft. Een monument om trots, tussen aanhalingstekens, op te zijn, omdat we als samenleving na meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog de meer dan 102.000 slachtoffers nu visueel en tastbaar kunnen respecteren. Ik citeer,
En dat staat op de site van het monument. Op het monument staan alle namen van Nederlandse Holocaust-slachtoffers die geen graf hebben. Alle namens van Joden, Sinti, Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd. Als medegedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen. Die in nazi-, concentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord. Tot aan september van dit jaar kent Nederland geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd. Einde citaat. Zoals ik in de motie is genoemd, zijn er onder de naam dus 11 mensen of personen die in de geboorte afkomstig zijn uit de huidige gemeente. Reden te meer vinden wij als gemeente belangrijk dat we deze motie daarom kunnen steunen. Wij vinden het ook belangrijk dat door deze adaptatie van de namen en dus de stenen dit monument levend kan blijven. Maar als wij als raad deze motie steunen, houdt het tevens een verantwoordelijkheid in namens de gemeente. Verantwoordelijkheid in de zin van verder onderzoek, zoals in de tweede bullet staat beschreven. Maar ook een verantwoordelijkheid naar de kinderen. En dan sluit het misschien een beetje aan op wat meneer Nijsing van D66 zegt. Ik heb daarom een vraag aan de indienster en ik zou graag ook een bullet willen toevoegen aan verzoekt het college of misschien de burgemeester. Mijn vraag aan mevrouw Van der Borst is eigenlijk simpel. Stel dat er meer mensen worden gevonden, dus dat we meer gaan adopteren, worden die dan automatisch geadopteerd door deze motie? Stel dat er dus meer mensen uiteindelijk gevonden worden dan 11. Dat lees ik dan niet direct terug uit de motie. Het antwoord weet ik misschien wel, maar toch stel ik de vraag. En als derde punt zou ik willen toevoegen, en dat sluit misschien aan wat u zegt, meneer Nessing, over scholen. Ik zou willen toevoegen dat het verzoekt het college alle scholen, basis en voortgezet onderwijs binnen onze gemeente te informeren over de educatieve projecten die bij dit monument horen. Waaronder dus het kunnen bezoeken van het monument. En de reden dat ik dit zeg, is dat wij dus een verantwoordelijkheid hebben, ook als ze dat adopteren, om onze kinderen daar deelgenoot van te maken. En dus de scholen. En dus vandaar dit derde bullet. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ongetwijfeld een mooi initiatief, dus daar hoeven wij niet aan toe te voegen. Dat hebben andere fracties allemaal duidelijk verwoord en daar kunnen wij ook natuurlijk achter staan. Wij steunen de motie ook zeker, begrijp ons niet verkeerd. Daar hebben we wel één vraag en die sluit een beetje aan op wat de heer Paalberg ook al opnoemt. Dat had te maken met die tweede bullet over dat onderzoek. Het staat er wat vrijblijvend. Als je wil gaan onderzoeken wie er nou allemaal nog meer in de gemeente woonachtig was, ja, daar kan je misschien wel maanden, misschien wel jaren mee bezig zijn als je dat voor al die namen moet achterhalen. Ik denk niet dat dat een taak van een gemeente is. Ik denk ook niet dat mevrouw Van der Borst dat zo bedoelt. Maar dat zou misschien wel zo begrepen kunnen worden. Ja, en dan gaan we de organisatie echt met een ondoenlijk karwei opzadelen als je dat moet gaan uitzoeken. En we denken dat het ook goed zou zijn dat ja, inderdaad niet het beeld bestaat dat als je dan meer namen vindt, dat de gemeente die dan ook automatisch allemaal gaat adopteren. Dus wij zien dat dan veel meer van, nou, de gemeente doet nou één voorbeeld, dat gaat dan om 11 namen. En dan zou je misschien als gemeente een oproep kunnen doen van, hey, kijk, dit kunt u dus ook doen. Misschien kent u nog wel meer mensen die hier gewoond hebben. Volg ons voorbeeld of neem zelf een initiatief. Wij zien het een beetje op die manier, want we willen inderdaad niet dat precedent creëren waar de heer Paalberg terecht op wijst. Dus wellicht dat zowel de portefeuillehouder als mevrouw Van der Borst daar nog op kan reflecteren. Nou, dank u wel voor uw oproep. Mevrouw Van der Borst, wat wilt u teruggeven aan de collega's? Dank u, voorzitter. Dank voor jullie mooie woorden. Dat stel ik erg op prijs. Om maar even te beginnen met de vraag van meneer Raad over dat onderzoek. Het staat er inderdaad wat vrijblijvend. En ik ben nogal een controlfreak en ik zou het liefst invullen hoe de gemeente of de stichting Leving Vrije dit allemaal zou moeten invullen, zo'n onderzoek. Maar dat gaat natuurlijk te ver dat ik ook nog ga aangeven hoe het uitgevoerd moet worden. Maar wat ik zelf in gedachten heb, is dat er inderdaad geen mensen van de organisatie dagenlang in het Westfries archief of elders in het land op zoek moeten gaan. Ik denk zelf aan een sobere invulling van zo'n onderzoek, CQ-oproep. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie in de Medemblikker of op de sociale media van de gemeente Medemblik of op de sociale media van de stichting Leven in Vrijheid. En dat er dan een e-mailadres is waar mensen eventueel namen van medeblikkers, niet van geboorte, maar die bijvoorbeeld ten tijde van de oorlog wel zijn weggevoerd uit Medemblik,
en die ook weer in dat namenmonument voorkomen, dat er een laagdrempelige mogelijkheid is om die door te geven. Het is ook niet mijn intentie, als dat er weer 11 zouden zijn, dat ik dan nog een keer met een motie kom. Het is wel mijn intentie om mijn verantwoordelijkheid te nemen, om daar samen met de burgemeester of het bestuur van de Stichting Leven in Vrijheid over in gesprek te gaan, hoe we dat het beste kunnen gaan aanpakken. Ik ben het wel met meneer Nijsing eens dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. Hij zegt het is geen verantwoordelijkheid van de overheid. Ik heb hier wel voor gekozen. Ik hoop ook wel dat het balletje gaat rollen, dat er meer bekendheid aan komt, hè, in onze gemeente, in onze regio, dat je ook dit zou kunnen doen. Ik heb ook wel contact gehad met het Oorlogsmuseum. Die zouden het ook zelf wel willen adopteren, maar gezien hun budget is dat veel kleinschaliger. Wij kunnen het op deze manier, kunnen we 11 namen adopteren. Dat redden zij niet, daar gaan zij jaren over doen, maar de bereidheid is wel. Dus mochten er 2 namen worden ingeleverd, zou ik best wel weer bij hun aan de deur willen kloppen om een beroep te doen of zij ook stenen willen adopteren. En meneer Neefjes heeft nog gevraagd van wil je er nog aandacht aan schenken rond 4 of 5 mei. Daar heb ik wel al over nagedacht, maar dat is ook natuurlijk weer aan de plaatselijke comité's zelf. Wat ik wel een mooie gedachte vind is wanneer wij straks als aandenken een certificaat krijgen van iedere naam, dan zijn de mensen van het Oorlogsmuseum bereid dat ze daar een plekje krijgen in het museum. En zij hebben al samen met mij meer onderzoek gedaan naar deze 11 personen. Dus als je dat museum bezoekt, zie je het certificaat, zie je een toelichting over de persoon, wat er gebeurd is. Dus in die zin komt er nog wel een vervolg aan als de certificaten er zijn. Maar nogmaals, ook dit heb ik niet concreet opgenomen in de motie zelf, omdat ik dan weer ga dicteren hoe het allemaal moet. Maar ik geef het nu toch meteen maar eventjes mee wat ik de ideale situatie zou vinden. Precedentwerking, ben ik niet zo bang voor. Ben ik eigenlijk nooit bang voor, meneer Nijsing, op welk gebied dan ook. Dan denk ik, je moet ieder onderwerp, iedere nieuwe poging van een van ons om met een voorstel te komen op zijn merites beoordelen. Dus daar maak ik me niet zo'n zorg over. Ik denk dat ik zo alle vragen... Oh ja, meneer Parelberg, u ging veel te snel met uw derde bullet. Willen we hem nog een keer herhalen? Zeker, dat doe ik met veel plezier. Mijn derde bullet zou dan luiden, omdat we over de verantwoordelijkheid praten om ook naar onze kinderen dit mee te geven. Het luidt alle scholen, basis en voortgezet onderwijs binnen onze gemeente te informeren over de educatieve projecten die bij dit monument horen, waaronder dus het kunnen bezoeken van het monument. Punt. En dat sluit aan bij wat er momenteel met het geld gedaan wordt voor de stenen. Ja, inderdaad, de 50 euro die je doneert voor één naam wordt besteed aan eventuele nieuwe stenen. Maar bovenal aan educatieve projecten. En die zijn wel helemaal gericht op de basisscholen. Nu hebben wij natuurlijk ook maar één voortgezet onderwijsschool. Ik vind het een hele goede suggestie, vooral omdat u vraagt om te informeren. Dus ik sta er wel heel positief tegenover, maar aangezien mevrouw Manshander toch nog heeft gevraagd of meneer Streng wil reageren, ben ik benieuwd of hij dat ook als een goede mogelijkheid ziet dat we die eraan toevoegen, de scholen informeren. Ja, dank u wel voor dit bruggetje. Als voorzitter van de Stichting Leven in Vrijheid ben ik natuurlijk ongelooflijk blij met dit initiatief. Na ruim 1,5 jaar corona hebben wij als stichting ook weinig kunnen doen buiten. We hebben daarvoor een aantal grotere projecten uitgerold. Yad Vashem en de herdenking van mensen die gedeporteerd zijn in de oorlogsjaren. Ik zie bijvoorbeeld het monument in Medemblik bij het psychiatrisch ziekenhuis toen de tijd. Betekent dat dat ook een van de speerpunten is van deze stichting. En... We hebben een nieuw stichtingsbestuur gevormd en ik zal u vragen over het uitrollen bij de scholen. Zal ik meenemen in het stichtingsbestuur en ik ga niet de gemeentelijke organisatie daarmee belasten. Maar ik doe dat graag als stichting om dat fasegewijs in de gemeente uit te rollen. En het is altijd een indrukwekkend verhaal. Er zijn gelukkig ook in West-Friesland... heel veel kinderen toen de tijd opgevangen. En de gemiddelde West-Fries dacht toen niet over nadenken, gewoon doen. En dat heb ik nog altijd wel een diepe
waardering voor dat mensen in West-Friesland dat gedaan hebben. En de nabestaanden van de mensen die toen ondergedoken hebben gezeten, kunnen volgens mij ook nadrukkelijk een rol spelen als het gaat om het doorgeven van dat verhaal aan het onderwijs. Dus ja, mijn warme sympathie voor deze motie en dat we als stichting een bijdrage kunnen leveren, dat stemt mij dankbaar en blij. Dank u wel. Voorzitter, nou heb ik iets gemist over die precedentenwerking. Eventueel. Heeft u dat nou meegenomen? Dat heb ik niet goed gehoord. Wat als er dan meer namen komen? Hoe gaat u daar dan mee om? Ja, nou ja, ik denk dat als daar een valide, gegronde bewijslast voor is en de familie vraagt daarom, dan denk ik dat de stichting zal kijken of ze dat ook zullen kunnen honoreren. En dat betekent dus dat dat niet voor iedere naam zal gebeuren die oppopt, maar dat de stichting zich ook ter degen zal verdiepen in klopt dit verhaal en hebben zij recht op een plek in dit monument? Nou, oké, nou goed. Ik zou u een suggestie willen meegeven en dan hou ik er ook over op om vooral uit te stralen als gemeente. Wij doen dit nu één keer omdat we het een goed initiatief vinden en goed voorbeeld doet goed volgen. Ik denk dat dat de intentie en de strekking zou moeten zijn van de oproep die je doet met nieuwe namen. Ja, maar goed, er staat niet ter discussie dat die nieuwe namen, als ze valide zijn, recht hebben om in het monument te worden opgenomen. En als daar sponsoren of bijdragers voor nodig zijn, dan is dat iets wat ook onderzocht kan worden. Ja? Goed. Voorzitter, mag ik daar op uw commentaar of naar mening nog even een antwoord vragen? Mijn derde bullet ging naar het college of de burgemeester, niet naar de voorzitter van de stichting. Dus ik vraag me af of u nu geantwoord hebt namens de stichting of namens de voorzitter van de raad. Nee, u heeft het antwoord namens de voorzitter van de stichting. Dan vraag ik aan mevrouw Van der Bos, neemt u het punt mee in uw motie? Ja. Dank u wel. Het is namelijk niet hetzelfde. Oké, fijn. Dan hebben we de eerste termijn en de beantwoording kan ik afronden. Is er nog behoefte aan een tweede termijn naar aanleiding van deze motie? Nee? Dan is mijn vraag, Van Bos, wilt u de motie in stemming brengen? Van mij hoeft het niet, als D66 nog even voor zichzelf op kan komen. Ja? En de motie wordt dan gewijzigd, dan begrijp ik dan. Ja, dus sowieso. Dan. Ik moet dan zeggen, de gewijzigde motie, zoals we die instemmen. Ja? Alright. Dan neem ik aan dat D66 nog een stemverklaring wil afgeven. Nee? Oké. Okay. Dat zien we dan in het stemgedrag, begrijp ik. Ja, duidelijk. Goed. We moeten toch stemmen? Ja? Dan gaan we dat doen. Wie is voor de gewijzigde motie? CDA 6, PWF 2, PVDA 2, PW 2010 1, Hart voor Medemblik 1, BAM 1, ChristenUnie 1, GroenLinks 1, Gemeentebelangen 5 en VVD 4. Wie is tegen deze gewijzigde motie? D66. Daarmee is de gewijzigde motie aangenomen met 24 voor en 2 tegen. Overeenkomstig besloten. Komen we aan de laatste motie van de moties vreemd aan de orde. Meneer Plekker, gemeentebelangen. Wilt u ons meenemen in het verhaal rond deze motie? Ja, graag voorzitter. De motie gaat over het gratis verstrekken van een energiebox voor sociale huurders en de inzet van energiecoaches. We hebben natuurlijk al de afgelopen tijd allemaal kunnen lezen en meemaken dat de energieprijs enorm gestegen is. Het kan zelfs leiden tot honderden euro's extra per jaar. En dat raakt natuurlijk vooral de mensen met de laagste inkomens. En dat zijn eigenlijk de sociale huurders. En zeker ook in woningen die nog niet goed geïsoleerd zijn.
Nou, er zijn inmiddels al goede ervaringen opgedaan in Den Landen, onder andere in de regio Utrecht met het verstrekken van zo'n energiebox en de inzet van die energiecoaches. En het lijkt ons een goed idee om dat ook te bekijken of dat hier een kans waard is. En die energiebox die bestaat onder andere uit tochtstrips en radiatorfolie. Dus je moet ook niet denken dat het heel ingrijpende maatregelen direct zijn. Maar kan echt tot meer dan 100 euro per jaar besparen voor deze huurders. We hebben inmiddels ook prestatieafspraken met de woningcorporaties in deze regio. We willen toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Dus daar past het ook heel goed bij. En recent is ook door TNO onderzocht dat er ook in deze regio helaas veel energiearmoede is. Er zijn veel huurders. Tot ongeveer 8-9% die meer dan 10% van hun inkomen aan een energierekening kwijt zijn. Dus daar moeten we echt wat mee. Gelukkig heeft minister Ollengren ook landelijk gesteld dat de belasting op energie komend jaar verminderd wordt. En er is ook voor gemeenten 150 miljoen beschikbaar om deze maatregelen ook te financieren. En verder hoeft het natuurlijk ook niet alleen te doen als gemeente. Ook de woningcorporaties kunnen wat ons betreft daar ook een steentje in bijdragen. Dus nou, wij willen in ieder geval graag dat het college in gesprek gaat met de woningcorporaties om te kijken of het mogelijk is om die energiebox gratis te verstrekken. En om te kijken of er energiecoaches ingezet kunnen worden. Dus die kunnen gedekt worden, die kosten uit dat beschikbare budget vanuit de Rijksoverheid. En eventueel is nog wat mogelijk uit het budget van duurzaamheid. We zijn natuurlijk inmiddels ook in gesprek met bewoners. En we willen ook graag kijken of we dat in een breder verband in de regio kunnen oppakken. Dat ook andere gemeenten mee kunnen doen. Zodat het allemaal ook wat goedkoper en wat efficiënter kan. Dus daartoe verzoeken wij het college, voorzitter. Fijn. Dank u wel voor uw toelichting. Dan open ik de beraadslaging in eerste termijn. En ik wil vragen of uw standpunten kenbaar te maken ten opzichte van de motie. Als er vragen zijn aan de indiener en of het college. Even kijken, dan ga ik nu weer zo. Mevrouw van den Bos, eerste termijn. Ja, dank u voorzitter. Leuk onderwerp en waardering voor het feit dat u met deze originele motie komt. Ik werd niet gehinderd door heel veel kennis over energieboxen enzovoort. Dus ik heb me er sinds we hem binnen hebben gekregen flink in verdiept. U bent op het idee gebracht door iets wat in Utrecht dan speelt, hè? En ik kon niet echt goed vinden wat er nou in die energiebox zit die ze in Utrecht verstrekken, behalve de voorbeelden die u zelf al noemt. Ik heb wel gezien wat zo'n box kost in Utrecht en dat omvat dus een adviesgesprek en een doos met energiebesparende producten. Vervolgens ben ik ook zelf op zoek gegaan, wat doen wij eigenlijk al in onze gemeente. Vooropgesteld, al uw constateringen en overwegingen kan ik helemaal achterstaan. Maar als ik kijk bij verzoek tot het college en uw verwijzing naar bijvoorbeeld de energieboxen, dan denk ik eigenlijk doen wij al iets vergelijkbaars in onze gemeente met waardebonnen. En dat doen we ook in West-Fries verband. Dus dan kunnen mensen veel gerichter daarvan aanschaffen wat ze nodig denken te hebben. Daarbij hebben wij natuurlijk ook een duurzaam bouwloket. En die kan je benaderen voor een gratis adviesgesprek. Dus het is wel leuk zo'n energiebox en de energiecoach, maar eigenlijk zijn we daar al, naar mijn idee, hartstikke goed mee bezig. Dus mijn vraag aan u is, hoe ziet u dat dan? Moet dat even goed blijven bestaan wat wij nu al doen? Of bent u het met mij eens dat we eigenlijk al hartstikke goed bezig zijn? En wat dan ook nog op de loer ligt, wat ik u toch even mee wil geven is, ik heb wat rondgevraagd in mijn omgeving, bij mijn andere CDA-vrienden en dan hoor ik toch wel dat als er een energiebox gratis wordt verstrekt, dat er ook veel mensen zijn die hem helemaal of gedeeltelijk de volgende dag al op marktplaats zetten. Kan natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling zijn. Of u daar nog even op wil reageren? Bron van inkomsten, ja. Ja. Meneer Koning. Ja, dank u voorzitter. Ja, we staan niet genoemd bij deze motie als partij, maar we hadden wel aangegeven nog dat we mede-indienaar graag wilden zijn. Dit is de groep, denk ik, die het hardst geraakt wordt met de stijging van de energieprijzen. Het kan nooit kwaad. Het kan geen kwaad om hier extra aandacht voor te hebben en dat dit aan die mensen wordt verstrekt. Mevrouw van der Bos had wel een goede. Het moet niet de volgende dag op marktplaats staan, maar ik denk, wij zijn het eens met dit initiatief.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is natuurlijk een heel actueel onderwerp, dus dank dat gemeente Belangen dat wil indienen. Ja, de gasprijzen die stijgen voor zich. Ik geloof wel dat Poetin nu in Rusland de kraan ietsje heeft opengedraaid, maar dat zal niet heel snel naar medeblik komen, verwacht ik. Nee, maar je ziet wel gewoon 1,2 miljoen huishoudens in Nederland vallen onder de categorie die in de risicogroep zitten wat betreft energiearmoede. Dat we daar op medeblikniveau extra aandacht aan vragen, ik denk dat dat alleen maar een goede zet is. Ik ben wel natuurlijk even benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder hierover. En, maar ik denk ook wel het punt van wat mevrouw van der Bos aanhangt betrekking tot de verkoop van bepaalde mensen. Ik denk dat we ook met elkaar het vertrouwen moeten hebben in de mensen die dit product eventueel aangeboden krijgen. Dat zij daar een goede manier mee omgaan. Dus dat heeft ook een stukje met vertrouwen te maken. Dus ja, wij staan hier positief tegenover. Maar we zijn ook wel even benieuwd naar wat de portefeuillehouder zegt. Tot zover. Meneer Neefjes, gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Helemaal eens met de strekking van deze motie. Ik was zelf niet op de hoogte van het bestaan van een energiebox. Ik zal graag weten wat dat betekent of een aanvulling is op het bestaande assortiment van maatregelen bij onze gemeente. En ik heb van het CDA begrepen dat je eventueel ze heel goedkope marktplaats kan verkrijgen. Dus dat is misschien een extra reden om de motie aan te nemen. Meneer Berlijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad best wel een actueel onderwerp. Die gasprijs die schiet maar omhoog. En voor veel mensen met een slecht geïsoleerd huis zullen die woonlasten flink omhoog gaan. Ik zie het woord gratis dan alweer erin. Dan denk ik van ja, niks is in principe gratis, want in principe komt ergens dat geld vandaan. Ik zie hier uit de dekking van van de duurzaamheidsbudget. Nou, dat is toch dan weer belastinggeld dat erin komt. Dat kan veel efficiënter in worden gezet. Bijvoorbeeld, even een weekje wachten, komt het revolverend isolatiefonds van Hart voor Medemblik voorbij. Daar verdien je als gemeente ook nog geld aan. Ik denk dat je veel meer naar dat soort principes moet gaan om te kijken hoe kan je als gemeente geld verdienen of neutraal blijven qua kosten. En hoe kan de inwoner naar beneden gaan qua woonlasten. Dit gedeelte, deze motie heeft alleen maar één gedeelte en dat is niet goed genoeg voor ons. We begrijpen die intentie wel. Meneer Meester. Ja, ook weer een leuk initiatief. Maar ja, het is heel breed. Ik ben een beetje sceptisch eigenlijk. Want ja, net als wat we net hoorden, hij komt misschien op marktplaats. Maar ja, je hebt ook gezinnen die zijn tevreden met 19 graden de hele winter door. En je hebt gezinnen die stoppen pas bij 25 graden. Dus... Ja, een stukje voorlichting natuurlijk. Dat zou ook niet verkeerd wijzen in die energiebox. En misschien een goede trui met een dikke muts. Dat was het. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter. Dat mensen het koud gaan krijgen of dat ze heel hard gestoken en de kosten omhoog gaan, dat is inderdaad op dit moment wel even het thema van de nieuwsberichten. Of dit de oplossing is, weet ik niet. Wij hebben ooit bij de energietransitie of de rest, of waar dan ook, altijd ingezet van ga ook alsjeblieft voor heel veel geld isoleren, want daar ligt wel de crux. Of toch strips en alles werkt, dat weet ik niet. Of dat 100 euro oplevert, kan ik niet inzeggen. Ik weet niet precies hoe die energieboxen werken. Net als de wethouder toen net al zei, we hebben geen geld. Wordt hier wel even een budget uit duurzaamheid gehaald? Ik heb geen idee waar we het over hebben, hoeveel budget dit is. Ik ga even mee met mevrouw van der Bos, dat er al heel veel hier gedaan wordt op dit onderwerp. Op een niet hele proactieve manier, er wordt geen box bij je deur gebracht. Maar je kan wel heel veel ondersteuning krijgen bij loketten. En de gemeente is heel erg goed bereid om dat op vraag te doen. Dit is een proactieve manier. Ik vind de opmerkende... Marktplaats, daar lach ik wel even om, maar eigenlijk vind ik hem diep triest. Als dat werkelijk waar is, dan zou ik dat heel erg vinden. En dat zou zeker niet de bedoeling zijn, maar daar wil ik me niet op focussen. Ik weet ook niet wat de inzet is van energiecoaches, hoe de indiener dat ziet. Gaat mensen dan huizen langs? Dus ik sta nog erg sceptisch tegenover deze motie. Ja, en ik wil toch horen wat de wethouder hiervan vindt. Dat zal hij zeker doen.
Van Manshanden. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben ons logo hieraan verbonden. Dus het is duidelijk dat wij dit een heel goed initiatief vinden van gemeentebelangen. En vooral dat het ten goede komt natuurlijk aan de mensen die met de smalle beurs. Ik denk dat het daar heel belangrijk voor kan zijn. Of de mensen die juist echt behoefte hebben aan informatie hierover. Maar ik kan het toch niet nalaten een vraag te stellen aan gemeentebelangen. Want vorig jaar bij de begroting hebben wij een motie ingediend dat wij het budget van duurzaamheid, waarop gekort zou worden, om dat terug te draaien. En toen is ook besloten dat we alleen maar wettelijke taken zouden doen. U heeft ons in de tijd niet gesteund hiermee. En nu gaat u toch, het is een beetje flauw hoor, waar ik mee kom, maar ik zou toch graag een reactie van... Ja, het is inderdaad een beetje oud zeer, maar ik zou toch een reactie van u willen hebben. Want nu gaat u eigenlijk iets doen wat wij toen bedoeld hebben. En u heeft dat toen niet goedgekeurd. En nu gaat u wel buiten de wettelijke taken om dit doen. Dus ik vind het prima hoor dat u dat doet. Want alles wat met duurzaamheid te maken hebben, vinden wij natuurlijk geweldig. Maar toen besloot u anders. Dus graag een toelichting hierop. Dat was hem, voorzitter. Dank u wel. Meneer Mos, D66. Oh, sorry. Het verhaal achter deze motie is heel goed wat ons betreft. En toch hebben wij er in de fractie wel een tijdje op lopen kouwen. En daar ging het om punten als van, is dit nou echt een taak voor de gemeente? En de tekst is ook vrij breed opgezet. Er staat in gesprek met de corporaties in de regio. Nou, dat zijn er nogal wat en die zijn ook niet eens allemaal actief in Medemblik. Dus hoe breed pak je dat op? Ook andere gemeenten betrekken, ja, moeten wij dat allemaal doen? En de organisatie heeft het al zo druk, dat komt ook elke keer voorbij. Daarnaast, we hebben de indruk dat juist de corporaties met hun bezit al hele forse slagen hebben gemaakt qua duurzaamheid. Zit het probleem deels ook niet in het lagere en oudere segment koopwoningen van particulieren, maar dat zou natuurlijk weer heel veel werk zijn om dat daar te gaan doen voor de gemeente. Anderzijds, je kunt altijd wel redenen bedenken waarom je iets moois toch weer niet zou moeten doen. En wij willen in dit geval de motie wel het voordeel van de twijfel geven, alles afwegend. Tenzij de wethouder een overtuigend verhaal de andere kant op heeft, maar dat horen wij dan wel. Dank u wel. Dank u wel. Even kijken, dan... Ja, meneer Stam. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, namens de VVD het constaterende overwegende deel, dat kunnen we volledig onderschrijven. In gesprek te gaan met woningcoöperaties, dat lijkt ons wel in ieder geval een goede zaak. Er is net al iets gezegd over het budget. Hè. Welk budget wordt er gedacht in zijn totaliteit? Daar hebben we geen idee van, maar wellicht de wethouder wel. En er is ook al verschillende keren, dat hadden wij ook al wel als vraag staan, hoe past het binnen de huidige maatregelen? Want er zijn al maatregelen genomen en ja, wellicht is dit een maatregel die na de evaluatie erbij kan komen, dat het gebruikt kan worden. Wellicht dat de wethouder daar nog iets over kan zeggen. En misschien is dit initiatief wat ons betreft ook wel een kans waard, om het zo maar te zeggen. Maar wacht het dan al eventjes af wat... uiteindelijk de wethouder daarin gaat ons gaat vertellen. Ja, daar kijken we allemaal naar uit. Meneer Plekker, kunt u als laatste nog een evaluatie? Ja, zeker. Ik zal proberen inderdaad kort daarop in te gaan. Allereerst het CDA, mevrouw van den Bos gaf ook aan, hè, van ja, wat zit dan in die energiebespaarbox? Nou, ik heb wel even aangegeven, ook in de motie, wat daarin zit. Je hebt ook nog wel boxen inderdaad waar nog veel meer in zitten, bijvoorbeeld LED-verlichting. En dan wordt het inderdaad fors duurder. Wat dit ongeveer zou kosten, zou ongeveer €50 per box zijn. Maar dan kun je inderdaad wel ruim €100 voor een huurder mee besparen. Er zijn inderdaad ook verschillende initiatieven zijn er al. Hè? Dus er is al energiebespaaradvies. Er zijn al foutjes. Ik heb wel begrepen dat dat ook al min of meer uitgeput is. En dat ja, dat natuurlijk ook voor koopwoning is. Hè? En dit is speciaal bedoeld voor mensen in een sociale huurwoning. En zeker zo'n box zou daar denk ik een hele goede aanvulling op kunnen zijn. Maar misschien inderdaad dat die energiecoaches ook inderdaad een aanvulling kunnen zijn op dat advies. Ik had inderdaad nog even moeten noemen dat PWF en GroenLinks ook mede-indieners waren. Maar dank ook voor de steun daarbij.
Misschien wel bij GroenLinks nog, hè? Waarom de vorige keer dat niet gesteund en nu wel? Waarom, het is natuurlijk ook een wettelijke taak dat wij naar een CO2-neutrale woningvoorraad willen in 2050. En daar kan dit een hele mooie start bij zijn. En energie besparen, dat kun je niet echt opleggen. Dat doen we ook samen met de huurders doen. Dat is eigenlijk ook wel wat ChristenUnie aangaf en ook misschien Hart van Medemblik. Daarbij reageren huurders niet altijd rationeel. En als je ook een bedrag zou vragen voor zo'n energiebespaarbox, dan denk ik dat huurders toch eerder tegen misschien dat tientje of die twee tientjes aankijken en denken, ja, ik kan er wel veel mee besparen, maar ik moet nu wel eerst dat geld op tafel leggen. En dan zie je daar toch veel weerstand bij. Dus samen met die huurders is het heel erg belangrijk om uiteindelijk ook die wettelijke opgave te realiseren. Nou, hoe werkt dat dan eigenlijk in de praktijk? Daar hoor ik ook wel een paar vragen over. Je kan je voorstellen dat de woningcorporaties een brief naar de huurders sturen. Dat huurders inderdaad dan contact kunnen leggen met bijvoorbeeld zo'n energiebespaarcoach. Dat die aan kan geven van hoe je deze maatregelen, zoals die toch strips het beste kan inzetten. En zo kunnen inderdaad ook huurders een goed advies krijgen. Nou, ik denk richting deze 60, er zijn natuurlijk al gesprekken en prestatieafspraken met de woningcorporaties. In dit geval gaat het om de woonschakel, het grootslag en woonkompie. Er zijn al prestatieafspraken over. En onze bedoeling is gewoon om in gesprek te gaan met die corporatie om te kijken of dit ook een mogelijkheid is. Misschien een aanvulling op bestaande maatregelen. En wat ons betreft is het budget leidend. Hè? Dus we moeten kijken wat voor subsidie kunnen we uit Den Haag krijgen. En misschien zit er nog wat in ons eigen budget. Maar daarmee moet het ook gewoon doen. Dus er is ook geen extra budget wat ons betreft erbij nodig. Ja, het is natuurlijk niet de oplossing, besef ik heel goed. We willen natuurlijk naar die CO2-neutrale voorraad. Maar gezien de stijgende energieprijzen denken wij dat een investering van €50 per huurder met een besparing van meer dan €100, dat een hele goede eerste stap kan zijn. Dank u wel. Goed, u ook bedankt. Dan sluit ik de eerste termijn en gaan we naar de reactie van het college. Wethouder Nederpelt, wilt u zo vriendelijk zijn om weer op de gebruikelijke wijze kort te reageren? Ja, voorzitter. Dat doe ik graag, maar ik dacht, we hebben nog een uurtje, dus. Nee. Mooi. Ja, meneer Plekker. Ik denk een hele sympathieke motie. Voorzitter, ik blijf even ingrijpen. Ik ben met mijn betoog bezig, hè. Order! Nee, sympathieke motie. Ik denk gloedvol betoog. Heel actueel onderwerp. Zoals we hier zitten, we hebben er allemaal last van die enorme stijging van de energieprijs. Maar er is een groep in Nederland die dat gewoon ook echt in problemen gaat brengen. Dat zijn volgens mij... Dat kunnen huurders zijn, maar dat zit heel breed door onze samenleving heen. En in die zin ook enorm sympathiek. De energiebox. Ja, ik moet zeggen, we hebben net volgens mij het uitvoeringsprogramma Energie Neutraal West-Friesland met elkaar vastgesteld. Dit is een hele concreet punt, maar die eigenlijk al volledig verwerkt zit in dat uitvoeringsprogramma. Want daar komt het duurzaam bouwloket, ons loket voor het advies aan de inwoners, niet voor de bedrijven, maar voor de inwoners, die zit daar helemaal in. In Medemblik, in de regio, hebben we geen box. In die box zitten een aantal producten, meneer Plekker die zei het al. Wij werken met zogenaamde vouchers, vergelijkbaar, alleen dan kun je zelf kiezen wat je nodig hebt en heb je dus niet die... watermeter, tenminste, of die douchemeter, dat je 3 minuten gedoucht hebt. Maar dan kan je zelf kiezen van, oké, ik heb die LED-verlichting nodig, of ik heb die isolatiestrips nodig om een bepaald voordeel te halen. Dus in die zin, het is in Medemblik, in de regio, iets anders ingericht, maar het gaat feitelijk over hetzelfde. Corporaties werd genoemd van ga ermee in gesprek. Nou, u kunt u melden, en dat betreft vooral mijn collega Van Lange, die spreekt regelmatig met de woningcorporaties. Gelukkig zijn dat ook voorlopers als het gaat over verduurzaming en isolatie. Daar zijn we heel erg blij mee. Dus, maar daar hebben de huurders ook natuurlijk hun profijt van. Die band met die
coöperaties is goed. De foutjes die zijn ook in samenspraak met de coöperaties tot stand gekomen. Onder andere, dat hebben we al een keer toegepast. Nou, ik ben nu weer de boer op, zoals u wellicht vernomen hebt, voor het richting de aardgasvrije wijken. Nou, dan bieden we ook een aantal kansen, mogelijkheden om daar te komen. Dus we promoten de voucher ook nu alweer heel actief, net als dat we het duurzaam bouwloket actief promoten. Als u deze motie aanneemt, dan betekent dat dus naast de vouchers die we betalen uit dat rijksbudget, nou hier staat dan van 150 miljoen euro, dat is natuurlijk op landelijke schaal, maar het budget wat we daarvoor in de regio hebben, dat besteden we aan die vouchers. De box kan erbij komen, maar dat is dus extra geld wat je besteedt. De coaches kunnen erbij komen, maar dat zijn extra middelen. Ja, ik heb daar geen berekening van gemaakt hoeveel dat de gemeente gaat kosten. Maar ik weet wel, en daar bent u ook actief over geïnformeerd, dat het duurzaamheidsbudget waaraan gerefereerd wordt bij lange na niet genoeg is de komende jaren om de doelstellingen echt te halen. We doen het nu binnen het budget wat we hebben. Maar als we alle doelstellingen willen halen, dan hebben we daar ook veel meer budget voor nodig. En ik hoop en ik verwacht ook dat dat dan ook vanuit het Rijk onze kant op komt. Maar voorlopig is dat nog niet het geval. Dus al met al, sympathieke motie. Maar ja, volgens mij doen we al iets in die lijn. En deze uitvoering kunnen we er echt niet bij hebben binnen de financiële kaders. Dus ik moet hem ontraden. Zijn er nog vragen aan de wethouder? Twee korte vragen, voorzitter. Portefeuillehouder noemt de foutjes, dat die ook naar het ingezet worden. We hebben ook begrepen dat die inmiddels eigenlijk op zijn, omdat het eigenlijk ook zo populair geweest is, dat daar geen ruimte meer in zit, zeg maar. Eén, klopt dat? Dus zou dit misschien toch een aanvulling kunnen zijn. En de tweede, ik neem ook aan dat deze maatregelen geëvalueerd gaan worden. Bent u dan ook bereid om bijvoorbeeld daar dan de energiebespaarbox en de energiecoaches in te betrekken, of dat in ieder geval voor een volgende ronde wel inzetbaar bent? Dus dat zijn nog twee vragen onzerzijds. Nou, als dat gelijk als toezegging wordt genoteerd, dan is het antwoord nee, zou ik bijna zeggen. Maar natuurlijk, wij kijken er altijd serieus naar acties die we doen, alternatieven die er zijn. En daar zou de energiebespaarbox ook onderdeel van kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk het antwoord op vraag 2. Maar uw eerste vraag, de foutjes, ja, die zijn op, dat klopt. Maar dat zijn de foutjes van de vorige actie. En juist doordat het Rijk nu nieuwe middelen heeft toegezegd, kunnen we ook die vervolgactie inzetten. En daarom brengen we dat ook onder de aandacht bij inwoners. Dus het klopt helemaal wat u zegt. De eerste actie is verlopen. En gelukkig komt er ook weer een nieuwe. En we zijn eigenlijk blijven hangen in deze actie, omdat het zo'n succes was, de eerste ronde. Omdat het gretig aftrek vond en dat mensen daar echt van willen profiteren. Net dat extra zetje om te verduurzamen in de woning. Ander onder u, meneer Neefjes. Ja, ik had een vraagje over die vouchers. Moet je daar als burger zelf proactief achteraan, of worden die bij iedereen aangeboden? Nee, was het maar zo mooi. Het is niet zo dat de wethouder geld had uit te delen in alle wijken. Zo werkt dat niet. En er wordt publiciteit aangegeven. Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen via het duurzaam bouwelijk loket dat gewoon aanvragen. Dus zo werkt dat. En het is niet zo dat er 20.000 foutjes beschikbaar zullen zijn, want zoveel middelen zijn er niet. En niet iedereen staat er ook op te wachten. Gelukkig hebben we ook heel veel mensen die een beetje voor de troepen uitlopen en hun huis gewoon goed geïsoleerd hebben, al lang volledig op let over zijn. Dus ook niet iedereen heeft daar behoefte aan. Maar het is vooral voor die mensen met een kleine beurs die het niet kunnen betalen. Nou, die kunnen daar echt van profiteren. Maar het staat natuurlijk wel iedereen vrij. We doen geen inkomenstoets of iets dergelijks om dat aan te vragen. Kleine vervolgvraag. Het verschil met zo'n box zou dan zijn, dat zo'n box eigenlijk door derden proactief aangeboden wordt, zodat je dat misschien beter onder de aandacht kan brengen bij de doelgroep. Nou, even in het voorstel van meneer Plekker. Ja, als iedere huurder zo'n box krijgt, ja, en hij wordt thuis afgeleverd, ja, dan krijgen alle huurders die. Ja,
die buurman dan net een koopwoning heeft, dan gaat dat natuurlijk niet. Maar zoals we dat nu hebben ingericht, regionale samenwerking, overheid, lage kosten, via het duurzaam bouwloket. En ik maak me helemaal geen zorgen dat die foutjes niet goed besteed worden, want mensen kunnen zelf bepalen, eigen keus, wat ze nodig hebben. Goed, dank u wel. Oh, mevrouw Van der Bos. Ja, nog een vraag aan de wethouder. Die kleine duurzame aanpassingen, daarvoor zou je dus waardebonnen kunnen, worden er in ieder geval beschikbaar gesteld door de Westfriese gemeente. Jullie noemen dat vouchers. En gratis advies aan de inwoners. Maar dat is toch ook voor huurders? Dat is niet alleen voor eigen woningen. Nee, zeker. Alle inwoners kunnen dat aanvragen. Ja, maar het is wel zo, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, dank u. Ja, meneer Plekken. Nee, dan vraag ik de wethouder of die... Wilt u zo vriendelijk zijn? Ja, dank u wel. Ja, tweede termijn, meneer Plekken. Ja, dan wil ik wel graag beginnen. Want we kunnen een lange tweede termijn doen. En nou ja, alle ideeën. Maar ik heb wel goed geluisterd ook naar de portefeuillehouder. En ben ook wel blij dat die gesprekken nu met huurders en kopers ook gaande zijn. En dat ook deze maatregelen mogelijk zijn. En dat er ook een vervolg komt op die vouchers. We gaan wel ons bezinnen op de reserve voor duurzaamheid. Of je dan toch niet misschien wat voor toch die sociale huurders, mensen met de laagste inkomens, wat extra kan doen. En bij deze ronde dat ook gaan evalueren wat dat heeft opgeleverd. En of je misschien toch die gereedschapskist, om het zo maar even te noemen, met verschillende maatregelen misschien moet aanpassen en verder optimaliseren en kijken naar goede voorbeelden. Dus het lijkt me niet handig om hem nu verder helemaal te gaan bespreken. Ik ben blij met hoe het nu gaat. Maar voor mij zijn er nog echt wel goede aanvullingen te doen. Dus daar gaan we wel mee verder. Maar het lijkt me ons niet handig om daar nu de tweede termijn helemaal verder op in te gaan. En dan zullen wij gewoon de motie aanhouden. Maar dat mag niet van mevrouw Reus. Dus dan trekken wij hem in. Maar we gaan er wel mee verder. En dan komen we er zeker op terug. Ook in samenwerking met de rest van de raad en het college. Maar goed, u houdt hem in de binnenzak. Dan hou ik hem in de binnenzak. In de binnenzak. Ja, heel goed. Ik wil u allen danken voor deze beraadslaging. Wel thuis. We doen nog een klein verfrissingje in de kantine als jullie zin en tijd hebben. En ook de mensen die gekeken hebben, dank u wel. En graag tot de volgende keer. Wel thuis.